Het is wel een stap hoger natuurlijk. Maar ja, je zit er wel dicht tegenaan, maar dan moet je er wel nog harder voor werken. Bakker met links, ik kan hem indraaien. Misschien wilde hij het zelf. Hij wordt ingedraaid en het is binnengekopt door Jurgen Ekkelenkamp. Dunnely toch weer buitenom. De voorzet van Reira, aanname niet goed. Ekkelenkamp en dan toch 3-0. Hij is dit seizoen een van de sterren van Ajax onder 19, Jurgen Ekkelenkamp. De 17-jarige middenvelder valt vooral op door heel veel te scoren. Dinsdag hoopt hij dat weer te doen wanneer zijn ploeg het in de Youth League opneemt tegen Paris Saint-Germain. Voorafgaand aan dat belangrijke duel spraken we met Ekkelenkamp over zijn nu al memorabele seizoen. Ik sta nu op 20 goals, dus dat is wel veel inderdaad. Dat heb je goed bijgehouden. Ja, klopt. Ik hou het wel bij. Daar ben ik zeker ook trots op. Familie en vrienden zijn ook trots op mij. En dat is mooi. Komt het eigenlijk dat jij zo makkelijk scoort dit seizoen? Ja, ik weet het niet. Misschien, ik sta altijd op de goede plek. Dus dan misschien een beetje geluk of misschien is het een kwaliteit. Zijn goede optredens in de jeugd leverden Ekkelenkamp in ieder geval in januari een uitnodiging op voor het trainingskamp van Ajax 1 in Portugal. Daar kon de topscorer van onder 19 een week lang ruiken aan het hoogste niveau. Het was natuurlijk heel leerzaam om met spelers zoals Schöne en Ziyech op het veld te staan. Hoe zij vrij lopen en hun passing, hoe ze dat doen en zo. Het is gewoon explosief en dat probeer ik... Ook op de training inderdaad. Wat heb je meegenomen van die week in Portugal naar onder 19? Ja, dat ik er eigenlijk heel dicht tegenaan zit. Maar het is wel een stap hoger natuurlijk. Maar je zit er wel dicht tegenaan, maar dan moet je er wel nog harder voor werken. Ja. Ben je sindsdien nog meer gaan dromen van Ajax 1? Ja, een beetje wel. Een mooie eerste stap zette Ekkelenkamp in december toen hij een contract tekende tot 2020. In die periode zal hij zich op het middenveld verder moeten ontwikkelen. Overigens speelde hij tot voor kort nog in de verdediging. De vraag is dan ook wat voor type speler Ekkelenkamp zichzelf vindt. Ik vind alles wel goed eigenlijk. Ik denk dat ik op 10 kan ik belangrijk zijn voor het team. En, op 6 ook. En 3. Dat heb ik wat langer niet gespeeld natuurlijk, maar als het echt nodig is, dan zou ik daar ook kunnen spelen. Vooralsnog is Ekkelenkamp ook in de Youth League aardig op dreef met 2 goals en een assist. Overigens had dat aantal nog wel veel hoger kunnen zijn door een behoorlijk aantal gemiste kansen. Bijvoorbeeld thuis tegen Hammarby, maar desondanks overheerst tot dusver tevredenheid. Ik denk dat we de eerste paar wedstrijden het goed hebben gedaan, alleen tegen Legia ging het... echt niet goed, dus dat was thuis. De laatste wedstrijd, ja, thuis. Maar voor de rest hebben we het redelijk tot goed gedaan, denk ik. Nu heb je 2 keer gescoord, maar je zei net zelf al, dat hadden er wel 12 kunnen zijn bij wijze van spreken. Ja, klopt. Ja, het zat niet mee thuis. Veel kansen gemist, maar hopelijk dinsdag dat het wel lukt. Hoe staan jullie ervoor als ploeg? Zijn jullie er al klaar voor? Ja, we zijn er zeker klaar voor. Wel een paar blessures achterin, dus dat is wel balen. Maar ik denk dat we er zeker klaar voor zijn. Er staat wel druk op natuurlijk, omdat het is maar 1 wedstrijd. En dan hoop je niet dat je een off-day hebt en dat je gewoon alles eruit kan halen en dan gewoon door kan naar de volgende ronde.